check. Voor mij mag je achter de voet iets verder naar achteren en met de tenen in het water. Benen iets meer buigen en druk op de voorste voet geven. Je lichaam volgt mooi. Je achterste hand mag voor mij iets naar achteren. Dan mag je voor mij nu omstappen. En even vasthouden en dan omklappen. En ja, een paar kleine dingetjes om te letten. Voet verder naar achteren, benen iets buigen, brede stance. Je hand mag ook naar achteren en je voorste arm mag voor mij iets meer gestrekt. Dan mag je ook voor het omklappen, mag je voor mij omstappen. Dus iedere keer grijpen gaat super. Maar hier zie je dat je hetzelfde nog iets naar achteren trekt. Maar je mag meer naar voren, wat rechtere armen. Achterste hand nog iets verder naar achteren. Eerder omstappen, eerder omklappen. Hou je veel meer snel vast. Hand mag iets verder naar achteren. Je rail gaat er mooi in, je lichaam volgt. Hier zo, je stapt net te laat om, waardoor je met te veel druk in jezelf om moet stappen. En dan gaat het fout. Het inzetten van je grijp is fantastisch. Je gewicht gaat daarna wel iets te ver naar achteren. Je mag eerder omstappen, langer vasthouden voordat je omklapt. En dan in ruim moment doorvaren, snelheid maken en doordraaien. Kirsten, ik vind jouw grijp heel goed gaan. Voor mij mag je wel de voet iets verder naar achter plaatsen. En je zou de grijp wat sneller uit kunnen voeren. Maar je stappenplan is er. Je stapt op het juiste moment om. Je klapt rustig het zeil om. Je houdt je snelheid goed vast. Goed gaat om. Lichaam volgt mooi. Hand zit goed. Zeil zit goed. Maar het omstappen duurt gewoon te lang. Je had al omgestapt moeten zijn. Nu hangt je lichaam te ver naar achteren. Heel de boel stopt. En dan wordt het gewoon erg lastig. Dus hier zo zien we dus de voet. Ik weet niet waar die staat, maar voor mij mag die naar achteren en breder. En dan kun je de beentjes iets meer buigen. Oh! Gaat ie! Armen en ellebogen zitten heel hoog en heel dichtbij je. Strek die een beetje uit, laat het gewicht wat naar voren gaan. En dan voorkom je dit soort dingen. Alles werkt goed, alleen je moet gewoon je armen strekken. Eerder omstappen en eerder omklappen. Super mooie stijl, je staat heel mooi recht overeind. Voor mij mag je het zeil wat meer dicht trekken en je schouders wat lager varen. Je voorste arm iets meer strekken. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat je recht overeind blijft staan. Dat zie je hier heel mooi, je staat heel mooi recht overeind. Maar het zeil staat wel een beetje ver open en dat moeten we dus eigenlijk voorkomen. Je staat dus heel dicht bij de griek. Het lijkt wel dat je trapezekoordjes heel kort staan, dus misschien dat die iets langer kunnen. Je vaart natuurlijk met een lage trapeze. Je staat wel heel mooi recht overeind, dat wel helpt om een goede basis weg te zetten voor snelheid. Maar we moeten toch zorgen dat we het zeil wat meer dicht trekken en wat minder gewicht achter op de plank zetten. Ik ben van mening dat je gewoon net even iets te veel achterop staat, waardoor je te veel weerstand creëert. We kunnen hier gewoon zien dat jij er netjes op staat, je vaart comfortabel. Als je een aantal dingen zou willen verbeteren, mag je maar je voorste arm iets naar achteren schuiven, voorste hand iets naar achteren schuiven. Je voorste arm iets trekken, je mag je voorste been van mij iets trekken. En je hoofd iets meer naar buiten halen. Nou, weet ik. We kunnen gewoon zien dat jij gewoon heel comfortabel vaart. Hier zie je zelfs nog even een spin-out die je er zo happetee gelijk uittrekt. Dat is gewoon super reactievermogen. Dus ik zou zeggen, ga zo door.
Wat zeg ik? Echte mannen waren op denk ik. Ja. Op de 13, 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